Wat is Badraaf? Nou, we zijn er bijna. De Brabant Hallen. Matjes, wat gaaf. Nou, welkom bij weer een nieuwe video. We zijn nu in de Brabant Hallen voor het Mega Trucks Festival. Hier staan mijn wagen en ik sta vandaag bij 27 Drive. Gisteren was er best wel opkomst, maar vandaag ik kan het gewoon niet meer aan. Dus wie heb ik meegenomen? Onze eigen cameraman, Jochem. Die gaat weer het dakje worden. Ik heb er zin in. Ik ook. En nu gaan we een rondje lopen. Waar gaan we heen, Vriet? Even kijken. We beginnen maar. Ja, ik denk dat we eerst even naar voren lopen. Daar hebben we Fabienne. Een rondje gaan lopen. We zijn er gewoon al een uur en we hebben nog geen meter gehad. Oh, sowieso staan. Ja? Hoppakee. Badraaf, gaan we nou eindelijk een rondje lopen? Ja, we gaan een rondje lopen. Uit jou, Martje. Denk even fouten wat het is, Badraaf. Morgen. Badraaf. Hoi. Hey, wakker worden. Ja. Ja, hier zijn we nou bij de Brabant Hallen. Er staat van alles. Heel veel speciaal transporten. Zoals je ziet. Aan de andere kant hebben we Simon Loos. Een hele grote. En dit is pas de eerste hal. Ja. Ik weet wat jij deed toen jij een kind was. Wat dan? Loop maar mee. Ja, dit vind ik echt iets voor jou. Oh ja, dit hier. Ja. Kijk, en, vroeger speelde ik altijd met die bulldozer. Ja, dat was super vet, jongen. Aangekomen bij onze beste vrienden, waar ik altijd leuke filmpjes mee maak. Dikke Audi, jongen, dikke Audi. Wat is? Nou, nu zijn we aangekomen bij de nieuwe DAF. Dit is de nieuwe DAF van Fabienne van der Pol. Die kennen wij van Meiden die rijden. Helemaal met de roze wieldop erop. En ze hebben zelfs, heeft ze nog in de grill, heeft ze ook nog roze tintjes zitten. Dus super dikke wagen, mooie lampjes erop. Ja, die is pas niet. Ik ben een beetje jaloers, ja. Dus ja, kijk, daar staat ze dan, zo'n dagje druk nou. Dus Jij bent jaloers? Ja, ik ben wel jaloers. Jij wil ook roze op je vrachtwagen? Ja, ik ook roze op die wagen. Dus voor een surprise gaan wij Badraaf zijn wagen helemaal roze verven. Ja. Laat even weten of we dat moeten doen. Fabienne, alles goed? Oh, deze heb ik altijd willen hebben. Echt mooi. Oh. Waar ken jij Badraaf van? Van YouTube. Van YouTube. En welke video vind jij heel leuk van Badraaf? Weet je dat zo? Nee. En wil jij later ook in de vrachtwagen gaan rijden? Ja. Ja, dat is wel heel stoer, hè? En weet je al wat voor vrachtwagen je wil? Zo eentje. Zo eentje? Ja. Dan moet je heel goed je best doen op school. Ja, doe je dat al? Ja. Goed zo, Box. Fijne dag, hè, maatje. Hij kan alleen maar naar Bijlen rijden en anders kent hij niks. Nee, joh. Hij kent anders niks, weet je? Zeg maar niet meer. En dan moet hij nog zijn navigatie aanzetten of nog? Ook nog. Ik heb er even drie mannen die hebben een hele belangrijke mededeling. Abonneer op Badraaf! Hey, dat kan harder, kom op! Abonneer! Abonneer!
En we moeten nog steeds onze ronde afmaken, maar ik denk niet dat dat gaat lukken vandaag. Heb je toch niet voor niks de hele dag voor de spiegel gestaan? Nee, hè? Dat bedoel ik. Ja, ja. Er zijn al meer mensen als gisteren die op de foto willen, dus we staan er niet voor niks. En nog steeds moeten wij een rondje gaan lopen. Ja, we gaan het rondje. Ja, half één gaan we half uit eten. Weet je hoe laat dat is? Ja, dat is over 3 kwartier. Weet je dat wij nog een rondje moeten lopen? Ja, wij gaan even een rondje lopen. Nee, doe je om half één dan lopen? Ja, om half één zijn we. Half één, ja? Wel terugkomen, hè? Als je niet terugkomt, als je niet terugkomt, dan komt dit in de video en dan moet je 100 keer op drukken. 100 keer? Ja. Matjes, ja, ik ben nu bij de stand van 24/7 Drive. En ja, het is uitzendbureau, maar ze hebben allerlei andere dingen. Maar ze gaan vooral voor de vrachtwagenchauffeur. Ik mag daarvoor werken, want ik vertel ook altijd heel graag over mijn vak. En wil je meer weten over 24/7 Drive? Volg even de site. Volg ze daarop. Insta, TikTok, ze hebben het allemaal. Matjes, dit is trucwas 1. Hier hebben ze de beste schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen voor de vrachtwagen. Ja, ik heb er ook regelmatig voor gewerkt. Het zijn super vaste. Kijk, dit zijn de heren van trucwas. Hier hebben we onze grote. Matjes! Ja, goed zitten. Ja. Waar staan hier een hoop wagens, hè? Ja, er zijn echt super mooie wagens. Dit is de DAF-straat. Hier staan de nieuwste DAF's. Je kan het zo gek niet bedenken. Ja, super mooi dit allemaal. Badraf, wat vind jij de mooiste auto behalve jouw auto? Waar? Ja, we kunnen daar even naartoe lopen. We zijn nu natuurlijk weer in de DAF-straat. Er staan super mooie wagens bij. Maar we gaan nu even naar mijn mooiste wagen lopen. Wij gaan even naar mijn favoriete vrachtwagen. En ik hoop dat die over een paar weken bij mij in de straat komt. Ja, toch moet kunnen. Dan gaan we nu naar de wagen van Matraf. Als ik 100.000 abonnees heb, dus abonneer eventjes. Als dat mij gaat lukken, dan laat ik mijn gezicht special paint op de vrachtwagen schilderen. Net zoals bij deze. We zijn nu aangekomen, wat ik vind de allermooiste wagen van de show. Je staat hier, de Scania van Mokkesmurf, van met een maat. Ja jongen, ja lekker met jou. Ja. Vertel ons wel over die wagen, wat heb je er allemaal aan gedaan? Niks. What? Zo heb ik hem gekregen van de baas, dus ja. Lampjes, alles erop, lichtbocht erop. Alles hebben we zo gehad, we zijn er super blij mee. Ja, we doen best. Ik ben jaloers, maar ja, ik rij Mercedes hè. Nou, gaan we een keer een dag mee hè. Ga ik doen maar. Kunnen jongen. Rustig aan, niet van je dag hoor. Goed jongen, bedankt. Nou Matjes, nu zijn we bij de mooiste truck aangekomen van Nederland. Dat is deze. Dit is het mooiste voor 2023 van Fish. Ja, weet je wat dit zo mooi in is? Er zit een boelbar op, lampjes op. Ik heb het niet, maar dit is echt een unieke plaatje.
fantastisch. We zijn nu bij STL, Sector Instituut Transport Logistiek, waar ik komend jaar voor mag gaan werken. En ja, zij willen ook heel veel chauffeurs werven. En ik zet me daar natuurlijk voor in. We zijn hier nu bij Sander. En ja, Sander, wat doe je dan precies? Ja, wat wij bij STL doen is de BBL-leerlingen plaatsen bij leerbedrijven. Dus bemiddelen in de plaatsing. Wij detacheren ze dus bij een leerbedrijf. En we zorgen dat de leerlingen, vooral de chauffeurs en opleiding, dat die hun rijbewijs kunnen gaan halen. Dat die bekostigd worden en door de sector. Ja. Op het moment dat zo'n leerling klaar is met zijn traject op het MBO, ROC, en zijn rijbewijs heeft, is die ook klaar bij ons. En dan kan die dus inderdaad de sector in om het vak uit te gaan oefenen. Ja, ja, dat is natuurlijk super, want ja, ik ben natuurlijk heel trots op mijn beroep en ik prijs het iedereen aan. En ja, STL doet dat natuurlijk ook. Ja, Matjes, we gaan nu naar de meet and greet en ik hoop dat er vandaag iemand komt. Dus we zien het zo. Ciao. Fijn, lang niet gezien. Jullie hadden het nog niet gezien. Geen 100 push-ups. Nee. Dan vind ik dat Bad Raafse moet doen. Ja! Ja, maar... Moet je dat alsjeblieft tegen hem zeggen? Maar ik moet voor het donker thuis zijn, dus ik denk niet dat hij dat gaat halen. Ik heb een geurhanger en een sticker. Waar is de geurhanger? De geurhanger die heeft een geurhanger. Doe eens ruiken. Hoe ruikt die? Ja, ik weet nog wel hoe ze ruiken. Ze ruiken best wel lekker. Ja, ruikt die naar Badraaf of niet? Nee, hij ruikt best wel lekker. Ah, dat is goed. Ik heb een lekker en ook nog één gehad. Maar... Dan heb jij wel een topdag, hè? Ja, ik krijg daar ook nog zijn handtekening. Kijk eens aan, hé! Op het papier zetten en op de foto. Kijk eens aan. Ik sta weer met een paar mannen, die zijn net bij Badraaf op de foto geweest. Hoi! Mannen, waar kennen jullie Badraaf van? Ja, TikTok. Hebben jullie een favoriete video van Badraaf? Ja, ik denk toch wel dat hij naar iedereen knippert en dat iedereen hem kent. Dat is wel leuk. Ah ja, dat is zeker leuk. En wat hebben jullie nou net gehaald? Foto. Wat kun je daarmee doen? Dan kan je prijs mee winnen. Kijk eens aan, hè. Beide dag toppers. Lappen. Badraaf, waar heb jij, jongen? Ja, zometeen. Vond je het leuk hier? Ja, het is leuk. Maar volgens mij ben jij wel een echte truckfan, of niet? Ja, 100%. Want waar heb jij voor een mooie muts op? Martijn Kuiper. Ja! En waar ben je nog meer geweest vandaag? Bij Fabienne en de rest. Dus je bent ze allemaal een beetje aan het afgaan? Allemaal. Je hebt ook wel een hele mooie camera, moet ik zeggen. Ja, thanks. Maak je er een mooie dag van? Ja, zeker weten. Is die dag nou goed, nou de handtekening hebt van Badraaf? Ja. Want hij heeft er wel de hele week op geoefend, hè? Ja, serieus, hij de hele week op die handtekening. Was je goed? Ja, ja. Ja, dat is een grote pet, hè. Ja?
Jij bent echt de stijl. Jawel. Doe ze ruiken, hoe vinden jullie hem ruiken? Doe ze even ruiken. Ja, super. Ja? Altijd lekker fris in de auto. Is die lekker? Straks, ja, die kamer, heel die kamer ruikt straks ja, naar Badraaf. Ik heb zo de hele rij zo helemaal vol met geur aan. Ja, dat is wel lachen. De meeste van Badraaf. Gaat dat dan niet stinken als je heel de kamer vol hebt met die dingen? Nee, altijd lekker fris. Ja. Ben jij dat gezicht van Badraaf al een beetje beu, of niet? Klein beetje. Hoeveel foto's heb je gemaakt al? 250 foto's. Hoppakee. One hour later. Houd maar niet op, hè. Hey. Hey, kom hier, kom hier. Ja. Ik mag ook nog mijn telefoon als ik wat eraf, hou je nog een beetje vol, jongen? Ja, lukt wel hoor. Alles goed voor de fans, hè. Volgens mij zijn we klaar. Volgens mij zijn we klaar. Ja, toch? Jongens, allemaal even Batra volgen. Matjes, nou ik ben niet de enige bekende TikToker, want we hebben een veel bekendere TikToker, namelijk... En wat maken we altijd? Lingo, hè? Ja. Ik krijg net iets, zo hoor ik zo. Er gaat iets gebeuren met Badraaf. Ja, hij maakt geen tijd vrij voor zijn vrienden, dus we gaan hem proberen te ontvoeren. Ja. Weet je dat hier voor? Hé, nee, rustig. Weg is ie. Dat was hij, wat video. 24/7, bedankt dat ik hier mocht staan bij jullie stand. En ik zou zeggen tot volgend jaar. Ciao Matjes. Matje! Alles goed? Ja, ik kom misschien morgen alweer. Ik moet werken.